En Annie Smit is vandaag afgereisd naar Assen en ziet tot haar verbijstering dat er geen speklapjes worden verkocht, maar wel patat. Ja, dan maar naar de wedstrijd toe. Germanicus begint beter aan de wedstrijd. De eerste kans is ook voor de ploeg van trainer Erik Prins. Dit is toch wel een aardige poging van Erwin Doorn. De schot mist net de goede richting. En hier, ja, het is een beetje lastig te zien, maar er is een botsing. En ai, dat ziet er niet goed uit. Het is niks Schuiling. En kijk eens, kan nauwelijks nog op zijn benen staan. Wordt natuurlijk gewisseld. Dat is toch wel een aderlating voor de ploeg van Prins. En dit is zijn invaller, Rennie van der Weijden. Staat net in het veld. Goeie voorzet. Kopbal net niet goed genoeg. De kopbal was van Erwin Smalen. Als we laat in de beginfase daar weinig tegenover zetten. We hebben inmiddels al meer dan een half uur gespeeld. En Germanicus helpt Assen een klein beetje aan de eerste kans. Schotje was van Faisal Rabbi. Geen probleem voor Vincent Beugeling. Dan 7 minuten voor rust. Is dit de 1-0 voor Germanicus? Vrije trap is van Marco Verhoef. Hij scoorde vorige week 3 keer in de wedstrijd tegen Valthermond. En dit is uitstekend binnengekopt door Erwin Doorn. Maar dan zien we het hier eigenlijk al een beetje. Dat hij moeite heeft met lopen. Heeft last, wordt direct gewisseld. Dan naar de tweede helft. Beeld in de beginfase verandert niet. Dit is Marco Kramer. Prima poging. Ja, daar heeft hij pech. Goed vrijgedraaid. Dit had een beter lot verdiend. 51ste minuut van de wedstrijd. Welkom voor de voeten van Faisal Rabbi. Eigenlijk was die bal niet goed, maar met een gelukje krult die bal over Beugeling heen. En staat het zomaar 1-1. Ja, dit had FC Assen nodig, een gelukje. En dus staat het 1-1. Ja, en hij baalt Justin Thijsma. Via hem ging die bal binnen. En Germanicus stort als een plumpudding in elkaar. En heb ook de pech, want hier wordt gefloten voor een overtreding. Nou, dat was het niet. Veel te makkelijk gefloten. Maar dan Bergsma achter de bal. Prachtige krul. 2-1 voor Assen. En ook een schitterende koprol. Esthetisch uitgevoerd door Jeroen Bergsma. Maar goed, Assen gaat aan de leiding. En je ziet hoe blij ze ermee zijn. Ja, en Germanicus laat heel weinig zien in het restant van die tweede helft. Er is nog wel een kansje in de maak. Uiteindelijk komt de bal weer voor de voeten van Rennie van der Weijden. Ja, dit is niet echt de kans. Schot is te slap. Geen probleem voor doelman Morten Otto. Beugeling. En dit is weer ongelukkig uitverdedigen. Net had hij ook al de pech, Justin Thijsma. En nu verliest hij de bal. Kan Assen daarvan profiteren. Ziet er goed uit. En dan komt de bal weer voor de voeten van Faisal Rabbi. En hij beslist de wedstrijd. 3-1. Feest in Assen. Want dit gaat toch niet meer weggegeven worden. En na 3 nederlagen op rij lijkt er eindelijk weer een overwinning aan te komen. Maar de rest is nog een corner. Ziet er gevaarlijk uit. En dan is het uiteindelijk Tim de Winter die kopt. Nog een corner, corner nummer 5. Maar op deze bal gaat er net niet in. Assen wint eindelijk weer eens een keer. En ja, eigenlijk zijn ze overtuigd van het kampioenschap. Ja, we staan hier bovenaan. Hè? We worden sowieso kampioen, dus gaat de goede kant op. Ja, daar twijfel je niet over? Nee, daar twijfel ik zeker niet over. Volgend jaar eerste klasse, dus dat komt helemaal goed. En dus is de vraag, wie wordt de tweede? Wordt het Valthermond, Germanicus, Rolderboys of Raptim?